Deze week is bekend geworden dat Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus gaat. Hè. 100 miljoen betalen de Italianen voor die speler. En dat is echt heel veel geld voor iemand van zijn leeftijd. Hij is 33. Dat is heel veel geld voor iedereen, hoor. Ja, dat weet ik. Maar het is natuurlijk wel nog altijd wereldtop, die Ronaldo. Okay. Hij gaat er ook miljoenen verdienen. En dat maakt de medewerkers van Fiat enorm boos. Zo boos dat ze zelfs willen gaan staken. En wat heeft Fiat te maken met de voetballer? De familie achter Fiat is ook de eigenaar van Juventus. De familie Agnelli is dat. Eén medewerker verdient miljoenen per maand, schrijft de vakbond. Ronaldo straks. Terwijl de gemiddelde werknemer van Fiat het einde van de maand nog niet haalt. Dat vinden ze schandalig. En dus willen ze vanaf zondag 3 dagen lang het werk stilleggen. Oké. Okay. En wat hebben deze Agnelli's nog meer? Agnelli. Behalve voetballers en auto's? Ferrari is van ze. Dus okay. Dat zijn de iets duurdere Fiat, zullen we maar zeggen. wat hebben ze nog meer? Ik heb die opgeschreven. De trekkers van New Holland. De Economist, het tijdschrift, is ook van ze. En ze hebben zelfs nog een Italiaanse investeringsbank. En het grappigste is dat die Agnelli's sinds 2016 officieel in Nederland gevestigd zijn. Ze hebben hier gewoon een NV, zitten niet op de AEX. Zitten op de Italiaanse beurs zijn ze, zitten ze. Maar het is wel een Nederlands bedrijf. Ze zitten zelfs in de Bijlmer, echt zo wat pal naast de Amsterdam Arena. Dat is wat mij betreft, ik zou zeggen, Ronaldo, doe niet zo moeilijk. Ja. Kom lekker naar Ajax, ruimte zat. Al is maar voor een paar trainingtjes. Ja. Dat heeft natuurlijk niks met de fiscus te maken dat ze hier zitten. Nee, natuurlijk niet. Nee, de regelgeving is hier heel soepel, lage belastingdruk. En wat dat betreft past Ronaldo ook wel een beetje bij die Agnelli's. Want Ronaldo gaat naar verluid weg uit Spanje, omdat hij die Spaanse fiscus helemaal beu is. Hij heeft al jaren die fiscus achter zich aanrennen. Maar ja, hey, jij kan net zo goed naar Nederland komen. Ik zeg welkom in Amsterdam, Cristiano Ronaldo.